Het is de laatste tijd flink aan het rommelen in de Nederlandse showbizwereld, vooral rondom het populaire programma Show Nieuws. De plotselinge afwezigheid van Patty Bart heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Hoewel ze aanvankelijk beweerde slechts tijdelijk afwezig te zijn vanwege een verblijf op Ibiza, suggereren recente berichten dat haar vertrek definitiever is dan aanvankelijk werd gedacht. Juist zegano, altijd alert op de laatste roddels en ontwikkelingen, heeft onthuld dat Patty niet alleen met vakantie is maar dat ze haar contract met Show News niet heeft verlengd. Dit nieuws heeft de speculaties gevoed over wie haar plaats aan de Show News tafel zou kunnen innemen. En wie zit daar plotseling? Niemand minder dan Patricia Pai. Het lijkt bijna als een perfect getimede overgang, alsof ze rechtstreeks in de leegte stap die Petty achterlaat. Maar is dit slechts toeval? Juise Ganol lijkt daar niet van overtuigd te zijn. Ze wijzen op het feit dat Patricia Pai prompt na het vertrek van Petty haar opwachting maakt. En speculeren over de mogelijkheid dat dit een test is om te zien hoe het publiek reageert op Patricia aan de shownieuwstafel. Op Instagram laat Patricia zelf ook van zich horen, en haar reacties zijn veelbelovend. Ze voelt zich thuis bij shownieuws en hint zelfs naar een mogelijke langere samenwerking. De kijkers lijken haar in ieder geval te omarmen, gezien de positieve reacties op haar optreden. Dit alles zorgt voor een sfeer van opwinding en anticipatie rondom shownieuws. Wie zal de nieuwe vaste gast worden aan de tafel? Zal Patricia Pai de plek van Patty Bart overnemen? Of komt er een andere verrassende wending? Voor nu blijft het publiek gespannen afwachten op verdere ontwikkelingen in deze boeiende soap van de Nederlandse showbiz.